We gaan even courgetten oogsten zien vandaag. On va récolter les courgettes. Van de courgettenplant kunnen we twee dingen eten: de bloem of de vrucht. Ah, donc on peut manger deux parties de la courgette. La courgette ou la fleur. We kiezen direct een plant met een mooie courgette aan. Dat is hier niet, hè. Een beetje een grotere. Deze is nu een keer een courgettenplant in zijn jong stadium. Dat wordt elke dag een beetje groter. Ça c'est de quoi a l'air une plante de courgette, jeune. We gaan de eerste courgetten oogsten en wat we hier zien is een jong courgetje en nog een jong courgetje en een heel jong courgetje. Ça c'est jeune, plus jeune, encore plus jeune. Dus bij de courgette zijn er mannelijke bloemen zonder klein courgetje aan en vrouwelijke bloemen met een klein courgetje. Courgette femme, courgette homme. Het is wel echt prachtig als je dat zo ziet. Het toffe is als je dat vult. Je hebt sowieso een beetje courgettesmaak van je vrucht, maar je hebt ook een heel kleine toets van zo'n honingbloemetje. Ouais, on peut la farcir et ça goûte le miel. Santé. Oei. Ouais, c'est vraiment le miel. Deze is een courgette, maar de lekkerste courgette, dat is een kleine courgette. Ça, c'est les meilleures courgettes. Courgetten kun je eigenlijk een hele lange periode oogsten. Een courgettenplant, dat geeft vruchten gedurende 3-4 maanden. Une plante à courgette donne des fruits pendant 3 ou 4 mois. Et on peut récolter un fruit par jour. Verse courgette, wat kan je daarmee maken? Des courgettes toutes fraîches. On peut faire quoi avec?